Nou, heel veel bedrijven vragen dan van God, hebben jullie nog meer studenten? Want we zijn echt zoekende. We hebben ook een samenwerking met de UWV. Daar krijgen we ook regelmatig de vraag van God, er is echt een krapte op de arbeidsmarkt. Van, kunnen jullie studenten leveren? Nou ja, al onze studenten zijn onder de pannen, dus we doen ons best. Hè. Dus mocht er een keer een student ergens anders uitvallen, dan hebben we redelijk snel hebben we weer een nieuw leerbedrijf voor die student. Wat is het voordeel van die BBL? Het voordeel van de BBL vind ik is dat zij in het bedrijfsleven echt de spanning leren. Dus zij leren echt het communiceren met de chef. De chef kan soms wel eens gestrest zijn omdat het heel erg druk is. Daar leren ze mee omgaan. Wij simuleren hier de praktijk, maar hier mogen ze gerust een keer een fout maken. Vinden wij niet erg, daar zijn wij ook een school voor. We zijn er om op te leiden. Maar de spanning die ze ervaren bij een leerbedrijf, ja, dat is lastig om na te bootsen. En dat is absoluut wel de meerwaarde.